Kun je zelf merken dat je een verhoogde bloeddruk hebt? Nee, eigenlijk niet. Tenzij die echt extreem hoog is. Dat geldt eigenlijk alleen voor mensen die echt heel zwaar hypertensie hebben. Die voelen dat misschien aan wat hoofdpijn. Wat is hypertensie? Dat is een verhoogde bloeddruk boven de 140 over 90 millimeter kwikdruk. Dus dan spreekt men echt van hypertensie, dan wordt het een ziekte gezien. Dan nog steeds heb je er geen last van. Dat gaat pas spelen bij waarden die nog veel en veel hoger zijn. Dus echt voor het merendeel van de mensen die een verhoogde bloeddruk heeft, is het zo dat ze het niet merken. Is het dan wel risicovol? Dat is absoluut risicovol. En ik wil hier even naar een goede Nederlandse uitdrukking, namelijk de silent killer. Dat is hoe de hoge bloeddruk in een heleboel landen om ons heen genoemd wordt. Je voelt hem niet, maar hij is absoluut wel kwalijk.